Beste Surinamers, morgen, dinsdag 23 februari, gaat Suriname van start met de vaccinatiecampagne voor COVID-19. De kick-off staat gepland voor morgen. En hiermee is het dus de start van het beschermingstraject tegen COVID-19 officieel ingezet. U hebt sedert vorig jaar maart, 13 maart om goed te zijn, alles gedaan wat u kunt doen. U hebt zichzelf getracht te beschermen door uw mondkap op te zetten, door uw handen te wassen, door afstand te houden, door eigenlijk de maatregelen die de overheid aan u heeft geadviseerd op te volgen. Meer kunt u nu doen. En we zijn u ook daarvoor dank, want vandaag de dag zitten we in een gunstige positie qua COVID-19. We komen net uit de tweede golf en ik denk dat u na twee golven al goed door hebt welke impact een golf heeft gehad op uw eigen leven. En u beseft ook welke inspanningen u, uw familie, uw kinderen, uw naasten, maar ook de regering heeft moeten plegen om op dit punt te komen. En ik denk, als u met me eens bent, dat we allen in deze positie willen blijven. Ik denk dat we zelfs naar beter moeten gaan. Ik vind dat wij nu moeten begrijpen, na twee golven, hoe belangrijk het is om ons te houden aan de preventieve maatregelen. Maar er komt nog meer bescherming. En die bescherming, dat traject, het gaat een traject zijn, zal vanaf morgen worden ingezet. Met name bij de kick-off. We gaan beginnen en we hebben onze Surinaamse samenleving, zoals het internationaal gangbaar is, ingedeeld in een aantal categorieën. En de categorieën die zullen afgewerkt worden. Alvorens, dus per categorie gaan we afwerken, alvorens we naar de volgende gaan. We beginnen morgen met de frontliners. En de frontliners, dat zijn gezondheidswerkers die aan het bed van de COVID-patiënten staan. Dat zijn de gezondheidswerkers die rechtstreeks betrokken zijn in de COVID-zorg. En daarom gaan we hun als eerst beschermen. Want zij lopen het grootste risico op dit moment om in hun beroep, tijdens de uitoefening van hun beroep, besmet te raken. Dus, de frontliners komen als eerst aan bod. Daarna zal middels een grote, grootscheepse voorlichtingscampagne getracht worden elke Surinamer te bereiken, aan te geven wanneer welke groep gevaccineerd gaat worden, hoe dat zal plaatsvinden, waar dat zal plaatsvinden, wat zijn de voorwaarden, welke voorbereidingen moet u treffen, waarmee moet u rekening houden, al deze zaken komen. Ik weet, er is veel ongeduld. De mensen wachten. Ik heb het gemerkt in de afgelopen week, in programma's, in gesprekken met mensen, met de Surinamer, dat mensen informatie nodig hebben. En we zijn ons daarvan bewust. Geef ons even tijd. Het traject wordt morgen gestart, opgestart. We zullen dat ook brengen aan u. Het traject, hoe dat gaat lopen. De experts zullen aan het woord komen. Het ministerie van Volksgezondheid gaat zoveel mogelijk doen aan communicatie. Dat komt allemaal. Wees u niet verrast als u plotseling een gezondheidswerker voor uw deur ziet staan die de nodige informatie aan u wilt geven. Werkt u mee. Werkt u mee om die informatie tot u te nemen. Behandel elk mens gelijkwaardig. Behandelt u die Sranamang die u komt overtuigen om het te nemen op een waardige wijze. Laten we elkaar helpen. Laten we elkaar in deze periode ondersteunen. We zien aan het eind van de tunnel een lichtpunt. Maar we kunnen nog sneller daar komen als we samen ernaartoe lopen. Dus, morgen gaat het van start. Het wordt live uitgezonden. U zult het kunnen volgen. Ook COVID-journaal zal hun bijdrage leveren om zoveel mogelijk aan detail aan u te tonen. En we staan achter ons beleid. Aan de frontliners, het volgende advies. U bent geselecteerd vanwege de overheid, vanwege de medische experts, om als eerste groep Surinamers dit vaccin tot u te nemen. U bent medisch opgeleid. Ik ga ervan uit dat u beseft hoe belangrijk het is dat u beschermd bent. Ik vraag u alle medewerking te verlenen. Ik vraag u zich nationaal op te stellen.
tegenover het vaccin. Indien er bezwaren bestaan uwerzijds, bespreek het met uw leidinggevende binnen uw ziekeninstelling. Bespreek het met de vaccinatiecommissie. We zijn bereikbaar. Het ministerie stelt zich open voor alle mogelijke bezorgdheden om die voor u te beantwoorden. En indien er echt contra-indicaties bestaan, zult u ook afgeraden worden om het vaccin te nemen. Nogmaals, wij zullen alles eraan doen dat het traject vlot verloopt. We hopen dat wij gewoon ongestoord verder kunnen gaan met ons traject. Dat zal helemaal afhangen van onze bevoorrading van vaccins. Maar u mag weten dat de regering zich volledig inspant om zoveel mogelijk vaccins het land binnen te halen. En nogmaals, slechts vaccins die zijn goedgekeurd door de WHO. Ik feliciteer de samenleving hierbij voor morgen, dinsdag 23 februari, met de kick-off van onze vaccincampagne tegen COVID-19. Laten wij allen het traject goed inzetten, goed starten en met een positieve kijk het traject benaderen. Stay safe en laten we heel snel teruggaan naar het normale leven in Suriname.